deze Shabbat. Altijd gelezen op de Shabbat na Tisha B'Av. En deze Shabbat heeft een hele speciale naam. Shabbat Nachamu. Nachamu, Nachamu, Ami. Troost, troost. Zo spreekt de profeet uit naam van Hashem. En wat lezen we in de Sidra van deze week? Geweldig, geweldig. Een gegeven ogenblik lezen we over de Matan Torah. Hoe we bij de berg Sinai staan. Moshe vertelt dat nog allemaal. Hoe we daar gestaan hebben. En hoe Hashem zich heeft geopenbaard op de berg Sinai. Anochi Hashem Elokecha. Ik zeg Hashem, ik ben Hashem. En ik ben Elokecha, ik ben jouw God. En later in de parasha. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hoor Israël en begrijp Israël dat Hashem, Hij is Elokeinu. Hij is onze God. En die Hashem is Echad, die is één. Dat is een schitterende sidra die we aanstaande Shabbat gaan lezen. Naar aanleiding van deze woorden, van hoe Hashem zich openbaart en hoe we dagelijks, zeker 's morgens en 's avonds, en 's avonds en 's morgens, het Shema uitspreken van Hashem is Elokeinu, wil ik u heel persoonlijk meedelen. Ik heb het licht gezien. Ja, dat wil ik moet toch wel eventjes uitleggen, wat ik daarmee bedoel. In mijn boek, Vorst und Deut, heb ik in het hoofdstuk Kabbalah het een en ander geschreven. Maar we eventjes beginnen met het begin van dat hoofdstuk. Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken, maar het is weer een vrolijke tijd in dit jaar geworden, dus dat moet dan maar eventjes mogen. Dat zoveel Meppelse meisjes na de oorlog met Canadese soldaten zijn getrouwd, is toe te schrijven aan een verkeerd begrijpen van het woord Meppellief. Zo, dat is mijn eerste stelling voor een mogelijk promoveren. Nog één. Zij die zich met de studie van Kabbalah bezighouden, roken bij voorkeur Caballero. Ik rook, zegt de Caballero-list. Maar tijd is relatief, want ik rook in de tegenwoordige tijd is heel wat anders dan ik rook in de verleden tijd. Rook vervlucht dan ook snel, zoals alles wat relatief en niet absoluut is. Maar goed, dan gaan we serieus even over Kabbalah spreken, want dat is er gewoon erg in. En zoals ik in een citaat tegenkwam, daar wordt het volgende gesteld. Volgens de nieuwe fysica beleven wij de wereld als in een droom. In die droom lijkt de wereld duurzaam, mysterieus, zichtbaar, alomtegenwoordig in de ruimte en stabiel in de tijd. Maar over deze illusie heen verdwijnen alle categorieën van het reële en het irreële. En ik heb dat al uitgelegd, ik heb dat een keertje op de film ook verteld. Ik zet letzet voor mij neer, blokje ijs, glaasje water en een kolfje waterdamp. IJs, water, waterdamp. Maar ik beschik over een collectie brillen. En de eerste bril is de molecuulbril. En we kijken opnieuw naar ijs, water, waterdamp. Maar we zien geen ijs, water, waterdamp meer. Maar we zien H2O, H2O, H2O. Dan is de volgende bril is de atoombril. En we zien geen ijs, water, waterdamp meer. Geen H2O, H2O, H2O. Maar we zien waterstofatomen en zuurstofatomen. Waterstofatomen, zuurstofatomen, waterstofatomen en zuurstofatomen. Dus dat is de atoombril. Maar Einstein heeft ons geleerd dat er is een diepere werkelijkheid. Diepere werkelijkheid dan de schijnwerkelijkheden van respectievelijk de atomaire, moleculaire en zintuigelijk waarneembare wereld. En dan krijgen we de kwantumbril. Nou, dat is gewoon helemaal niet meer te begrijpen. Dat deeltjes zomaar ontstaan en zomaar verdwijnen. Op het ene moment hier zijn en op het andere moment zonder aanwijzbare reden elders opduiken. Of tegelijkertijd op twee plaatsen verschijnen. Het is een heel andere wereld.
Maar tegelijkertijd is het onze wereld van oorzaak en gevolg. Van natuurwetten, van stoffelijkheid, waar wij lichamelijk deel van uitmaken. Dus eigenlijk een heel, heel vreemd iets. Er zijn nog meer brillen in deze collectie. En zo komen we vervolgens bij de Elokut, de goddelijkheidsbril. Waarmee wij zien dat in 10 gezegden de wereld is geschapen. God zei en het was. Het is de bril waarmee wij de goddelijke woorden en letters waarnemen. Deze 10 gezegden waardoor alles wat wereld is bestaat en continu in stand wordt gehouden. En toen ik hierover nadacht, toen dacht ik, ja, het is niet alleen maar zo is het eens ontstaan. Nee, zo is het nu. Het is geen ijswaterwaterdamp. Het is geen moleculair bestaan. Het is geen atomair bestaan. Maar wat is het dan wel? Ja, het is eigenlijk iets, zoiets onwezenlijks, waar allerlei grenzen er niet meer zijn. En toen dacht ik, als ik dat nou eens bij mezelf zou kunnen bereiken, als ik me zou kunnen ontstoffelijken, dat ik helemaal geestelijk werd, dan zou het bepaalde stoffelijke begrenzingen, bijvoorbeeld van lengte, breedte en hoogte, van mij niet meer bestaan. Zou ik dat kunnen bereiken? Nou, u begrijpt, dat bereik ik niet. Maar ik weet wel dat er mensen in de wereld zijn en zijn geweest die op een bepaalde manier dat wel hebben bereikt. Ik denk in dit geval aan de Balatanya en aan de Badichev, de plebiscus van Badichev. Kleinkinderen, van de een klein zoon en van de ander een klein dochter, zijn met elkaar getrouwd. Nou, daar was ruimte daar. Ach, zoveel mensen die kwamen. En na de groepa, in de buitenlucht uiteraard, moest men de zaal binnen. En de Badichev zei, er waren zoveel mensen die allemaal daar bij de deur stonden om naar binnen te gaan. Ik ga door de muur. En de Alter Rebbe, de Balatanya, zei nee. Dat kan ik ook, maar ik ga door de deur. Maar waar het nu even om gaat, is de Badichev was in staat om de stoffelijke begrenzingen te ontstijgen. En van hier daar te zijn, ondanks het feit dat daartussen een stoffelijke muur was. Eén bril, we gaan even terug naar onze collectie, maar er is juist één bril die ontbreekt in de collectie. Want, zegt God, de mens kan mij niet zien en leven. Er bestaat geen bril om te zien dat de goddelijke woorden en letters, de diepere werkelijkheid van alles wat geschapen is, niet buiten God bestaan. Er is geen buiten God. De woorden en letters bestaan binnen hem. Al kunnen wij dat niet zien, toch houdt het in dat hij, alleen hij, de enige echte werkelijkheid is. En zoals we dat ook in deze, de sidra van deze week lezen, één ot milevado. Behalve hem is er helemaal niets. Ten slotte wil ik u een geschiedenis vertellen van Rabbi Levi Yitzchok van Badichev. Sorry, van Rabbi Levi Yitzchok van Schneerson, de vader van de Rebbe. En welke geschiedenis is dat? Dat is een geschiedenis van een zekere Zvi Zimmerman, een man in Geva. En die vertelt dat in 1982 zijn dochter Shirley van 12 jaar mee zou doen aan kampioenszwemwedstrijden in Geva, in Haifa. En dat was zeker, dat ging ze winnen. En ze kon zo goed zwemmen dat ze haar waarschijnlijk ook zwemkampioen van Israël zou worden. Maar kort voor die wedstrijden begon ze pijn te krijgen.
En men dacht eerst dat is een spanning enzovoort enzovoort. Maar dat bleek later helemaal niet het geval te zijn. De pijn werd sterker en sterker. En een gegeven ogenblik kon ze zich helemaal niet meer bewegen. Ze is in het ziekenhuis opgenomen. Mijn vader heeft daar de beste artsen bij gehaald. En ook van andere ziekenhuizen. Men heeft niet kunnen vinden wat er met dat meisje aan de hand was. Ze lag daar roerloos in dat ziekenhuis. 'S Nachts kwam de moeder om voor haar te zorgen. En de vader kwam 's morgens, nadat de andere kinderen naar school gegaan waren, om 8:00 ging hij naar het ziekenhuis om het meisje te voeden, eten te geven en te wassen. En dan bleef hij daar een paar uren tot hij dan verder naar zijn werk doorging. Op een dag wordt hij gebeld op zijn werk. Er is een van zijn kinderen aan de telefoon. Papa, kan je alsjeblieft thuiskomen? Er zitten hier 3 jongens. En ja, het zijn 3 gebadjongens. Die zijn hier gekomen, want ze hebben gehoord wat er met Shirley is. En ze zijn gekomen en nou, vertelt hij, ik ben meteen daar naartoe gegaan. En nou, er waren dus 3 jongens. Hij noemt ook de namen. Gidi Sharon en Menashe Althuis en Zohar Eisenberg. En in dat hele gesprek zeiden ze, we hebben gehoord wat er met uw dochter aan de hand is. En wij adviseren u, neem contact op met de Rebbe. Telefoon, gewoon bellen naar de Rebbe. En dat is gebeurd. Of hij nou gebeld heeft, of de jongens hebben gebeld. Maar in ieder geval is contact gekomen met de secretaris van de Rebbe. Rebbe Lebel Gronner, die ik persoonlijk heel goed ken. Want hij is de overgrootvader van kleinkinderen van mij. Maar hij was dus een van de hoofdsecretarissen van de Rebbe. En er kwamen verschillende antwoorden van de Rebbe. Maar één daarvan was nakijken van de mezuzot. Oh, dat hebben die jongens meteen gedaan. Ze zijn meteen gegaan naar de kamer van dat meisje. Hebben ze mezuzah eraf gehaald, geopend. Bishochbega uwe kumega. Bij het lichaam, bij het liggen en bij het opstaan. En bij het woord uwe kumega, bij het opstaan, stond de koef niet. Er stond niet meer en bij het opstaan. Wat hebben de jongens gedaan? Ze hebben meteen een kosher mezuza daar bevestigd. En toen zeiden ze tegen meneer Zieberman, en nou, dan ga je me drinken, want alles is in orde. Hij vertelt, het was allemaal zo vreemd voor mij. Ja, wat heeft het een met het ander te maken? Maar goed, ze hebben aangedrongen, hebben Lachaim gezegd. Volgende ochtend, hij gaat zoals gebruikelijk naar het ziekenhuis. Om 8:00. En hij komt de gang binnen. Wie komt hem tegemoet? Wie komt hem tegemoet? Shirley. Wel nog met een looprek, maar ze liep. Naar hem toe. Hij zegt, ik heb nooit zo gehuild, maar nu uit vreugde. Shirley is helemaal gezond geworden. Helemaal gezond. En Baruch Hashem, ze is getrouwd, Gupave Kiddushin, alles. Nee, niet alles. Geen kinderen. Hij vertelt dat hij, geef ogenblik, regelmatig in Alma-Ata kwam, Kazachstan, voor zaken, voor zijn werk. En daar hoorde hij dat daar ligt begraven Rabbi Levi Yitzchak Schneerson. Dat die daar begraven ligt. Hij besloot, dat was de avond voor zijn vertrek weer naar Israël, dat hij dat hoorde. En die volgende ochtend, op vrijdag, donderdagochtend is hij naar dat graf toegegaan. En hij heeft daar gedammend. Hij heeft zijn hart uitgestort. En hij zei, u bent de vader van de Rebbe. Uw zoon heeft zijn bracha gegeven. Dat mijn dochter weer helemaal gezond geworden is. We zijn u als ware behorend familie. Geef een bracha dat mijn dochter moeder zal worden. Hij kwam terug in de shul
En hij werd opgeroepen. En het was de parsha van Vayera. Hij werd als derde opgeroepen. En wat staat er in die derde parsha van door de weeks? La moed haze ashuv elecha ka'et chaya ulsara ven. Over een jaar, zegt de engel tegen Abraham, over een jaar zal Sarah een zoon hebben. En zo vertelt Zvi Zimmerman, zo is het geweest. Binnen het jaar heeft mijn dochter Shirley een zoon ter wereld gebracht. Ik heb dus deze geschiedenis verteld omdat woensdag aanstaande week het 20e is, de overlijdensdag van deze grote tzaddik. Rest mij u opnieuw of elke week een Shabbat Shalom toe te wensen. Shabbat Shalom. Op de aarde in de zee.